Wat er zal gebeuren als je een snoepje eet en wat je wil dat gebeurt of wat er echt gaat gebeuren? Dat je gaat bijvoorbeeld vliegen. Dat je gaat bijvoorbeeld vliegen, dus je mag iets verzinnen? Ja. Wauw. Deze kinderen gaan verzinnen wat er gebeurt als ze snoep eten. Stel dat ze een snoepje van mij krijgen, wat zou er dan gebeuren? Moet je het alleen opschrijven of ga je ook tekenen? Ik ga het ook tekenen. Ik ben wel benieuwd, wat heb jij bedacht? Heb je ooit bedacht? Ja. Wat dan? Ik ga vragen of ik 5 wensen mag. 5 wensen? Als je een snoepje eet, dat je dan 5 wensen zou moeten stellen. Een soort geest in het snoepje. Ik zie rekening. Heb jij iets bedacht? Ik verander in een vuurdier. Jij verandert in een vuurdier als je een snoepje eet. Ik denk dat jou beter geen snoepje kan geven. Het is gewoon gevaarlijk. Wat gaat er gebeuren als je een snoepje eet? Luister. Ja? Mag je ook een verschillende dingen? Dat je niet per se een verhaal moet schrijven, maar dat je het ook kan laten zien. Je hoeft geen verhaal te schrijven, je mag het maar gewoon opschrijven. Wat gebeurt er als je een snoepje krijgt? En je mag het ook tekenen. Gewoon 1 ding, 2 zinnen. Gewoon iets leuks verzinnen. Of iets moois, of iets engs. Misschien word je wel een draak. Of stink je naar viooltjes. Explosie. Ik weet het niet. Of komende wortel uit je neus. Wat zou er gebeuren? Wat gaat er bij jou gebeuren als je een snoepje hebt? Als dat gebeurt. Wat gaat er gebeuren als je snoep eet? Ze zijn zo braaf, ik denk dat ik ze me geen snoep ga geven. Wat gebeurt er als je snoep eet? Word je net als Alice in Wonderland heel groot? Mag ik vragen? Of heb je, je mag alles vragen? Nee, het is een domme vraag, maar hoe schrijf je zou? Z-O-U. Z-O-U. Dat is toch niet dom? Dat is gewoon een moeilijk woord. Ik zie hier een vliegend kind. Dat is wel mooi zijn als die is. Heel rijk worden van snoep. Als het over snoep gaat, is iedereen altijd heel stil. Ja.